Ik geef nu het woord aan Jacco Vierlos. We hebben overwogen om aan de voorkant uit te breiden. We hebben ook overwogen om rechts van het oude pand te bouwen en dat te huren. En uiteindelijk kwam het besef dat het daar uiteindelijk niet zou lukken, ook vanwege de parkeerproblematiek. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om namens de deputaatschap voor de zending hartelijke blijdschap uit te spreken. Samen met u mogen we staan aan het begin van een nieuwe periode voor de kringloopwinkel, goed en gebruikt hier in Goes. Het is zojuist door Vierlos al opgemerkt. Fondsenwerving is een belangrijk punt van aandacht. Het is vaker opgemerkt, kringloopwinkels zijn wat dat betreft een heel mooie ontwikkeling. Namen van collega kringloopwinkels zijn al genoemd. En zo wordt daar ook in het bureau in Woerden actief over meegedacht en nagedacht en gezorgd en geholpen waar mogelijk is. Straatjes in de binnenstad van Goes of zo, dus de chauffeurs kunst is dan blijven kijken. Dames en heren, het werk van een wethouder is soms wat improviseren. En het gaat ook niet altijd over rozen, maar uiteindelijk gaat het er toch ook om dat we ook plezier kunnen hebben van onverwachte dingen.